Maar dat had zo'n geweldige naam. En je ziet de laatste partijen verliest hij. En ik bedoel, de mensen die hem aanbidden zeggen altijd, ja, hij blijft de beste. Maar ja, de beste is wel degene die wint. Ja. En ik denk ook als Badden nu in het half zwaar gaat vechten, dat het misschien nog wel een verrassing kan geven. Ja, dat het toch nog leuk wordt. Ik denk dat dat eigenlijk een hele verstandige set zou zijn voor Badden. Dat hij toch in het half zwaar gaat vechten. Hij wordt in februari, als het goed is, wordt hij 40. Ik heb het gisteren de mensen nog eventjes een beetje gevraagd. Van wat moet hij nou doen? Moet hij ermee kappen? Moet er een afscheidspartij komen? Of moet hij zijn carrière een nieuw leven inblazen omdat de K1 een beetje aan het trekken is? Wat zegt u? Nou, kijk, 40 is natuurlijk niet de jongste. Als je het kan opbrengen, zou ik toch... Kijk, in ieder geval verdient hij een afscheidspartij. Vind ik persoonlijk. Iemand carrière die zo lang vecht. Hè, en ook wel een goede jongen natuurlijk. Want dat had Branko Sikatis. Die moest zijn afscheidspartij op 43 tegen Ernesto Hoost. Dat Izzy tegen mij zegt van... tegen Hoost. Dat ik denk, moet het nou in zijn beste partij, Hoost? Maar ja, hij won hem wel. En dan ga je de geschiedenisboeken in als onoverwinnelijk. En als Badden waarschijnlijk één goede afscheidpartij vecht en dat hij dan ook stopt omdat hij druk hebt met andere dingen, met zaken of zo. Ja, ik denk voor zijn vechtloopbaan dat het heel goed zou zijn dat hij nog een goede partij vecht. Ik denk dat hij nog eventjes dan wel een stadionnetje uitverkoopt, hoor. Ja, dat gaat wel lukken. Zeker. Ja, dat is op zeker. Ja. Absoluut. Welk advies zou je Badden geven? Als je zelf advies nu mocht geven, van wat moet hij doen? Nou ja, als hij wil gaan vechten, moet hij er natuurlijk ook alles voor doen, Badden. Dat weet je. En dat is niet of het Badden is, wie dan ook. Op dat moment, als jij zegt van ik wil nog een paar partijen knokken, dan moet je er ook helemaal voor gaan. Dan moet je even je zakelijke dingen aan een ander overdragen en je mindsetten op die wedstrijden. In de sportschool slapen, eten, drinken. Ja. Die stinkende sportschool. Niet in een duur hotel of in je mooie huis zitten. Nee, gaan voor die partij. En ik denk mentaal, als je dat doet, hè, en dat kan Badden gewoon. Dat is, hè, het is een topper, er hoeft gewoon niet over gepraat te worden. Ik denk dat hij dan nog een paar hele leuke partijen kan neerzetten. Ja. En misschien of desnoods zeggen, ik doe een afscheidspartij. Ik leef daarvoor, ik ga er 4-5 maanden echt voor aan de bak. En dan zet ik ook een partij neer om het publiek vaarwel te zetten. En die sluit ik af ook met een overwinning, omdat ik dat ook echt wil. Ja, dat zo zou ik werken als trainer. Maar dan ben je wel in mijn school. Ik wil je 's ochtends tot 's avonds laat alleen maar in mijn school zien. Ja. Dus nooit ga je een kopje koffie zetten voor de andere jongens. Alleen maar met je hoofd bij die partij. Ja. Dan kan je het maken. Maar niet in de Maserati in de ronde gaan rijden en een nachtclub en zo. Zo werkt het niet. Ik denk dat het vanzelf komt. En dat gebeurt bij heel veel toppers op een gegeven moment. Ze hebben de naam, waar ze komen worden ze. Oh, daar heb je die en daar heb je die. Nee, je moet even terug naar de basis gaan. In je school, hoe je begon. Want wel vroeger Badden als jongetje, hij zat dag en nacht in mijn sportschool. Hè? Vergeet het niet. Hè? En dan was hij niet in mijn sportschool, zat hij wel hier bij me thuis. Ik had hem dag en nacht bij me. Kijk, en hij was ook altijd heel gemotiveerd. Ja. Kijk, en als je dat hebt weer, die mentaliteit. En met die talent, dan ben je de beste. Ik weet nog dat hij hem aan tafel had en dat hij zei, en hoe gaat het met school? En hij... Nee, niks. Goed, kan je trainen. Ja, zo is het toch? Ja, dan moet je trainen. Dat is het een of het ander. Maar dat was het ook bij hem. Het was het een of het ander. Ja. En school werd er niet. Nou, prima, dan weet je. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk met heel veel echte talenten. Jongens die talent hebben, er zitten altijd wel kronkeltjes in dat er altijd wat problemen mee zijn. Hè? Ja. Maar ja, als trainer moet je daar boven staan. En dat wel, ik kan nog, hè, want ze zeggen wel eens met ruzie met Badden, dat Badden bij me trainde. Hij heeft nooit één onvertogen woord tegen me gezegd. Hè? Nee. Want zijn mensen die praatjes in de wereld. Ik heb ook nooit problemen met hem gehad. Hij was van de een op de andere dag weg, dat weet iedereen. Ja, daar hebben we het over gehad laatst ook. Maar hij, bij mij was hij altijd netjes. Ja. En hij luisterde goed. Was hij natuurlijk ook een stuk jonger. Hè? Kijk, later werd Badden, dat hij 19 jaar werd, dat hij wegging bij me. Ja. Dan worden ze ook volwassener. Ik weet wel dat hij dan, misschien met trainers, dat ze eigenwijs worden. Ja. Maar ja, daar wil ik ook een naam noemen. Branko Sikatis was 38 jaar. Ja. Heb 20 jaar bij me getraind. Het eerste woord moet nog vallen tussen ons. Hè? Nooit een verkeerd woord. Altijd Usensai. Ja. En als je die verhouding hebt, dat jij er voor je vechter bent. En je vechter is er voor jou. Ja. En die combinatie,
Dat kan niet stuk. Ik begreep ook dat u het heel erg kon waarderen dat hij u belde op het moment dat uw zoon overleed. Ja, dat wel. Dat was ook toen mijn zoon was overleden. Ja. Toen kreeg ik opeens een belletje. Had ik al maanden niet met hem gesproken. Ja, Sen, met Badr. Hij zei, ik wil u even condoleren. Nou, dat deed me heel veel. Dat geeft aan dat er toch nog iets in zit. En dat het natuurlijk gewoon bevestigt. Ja, en wat er ook gezegd wordt over dit en dat. Ik ben nooit anti-Badr geweest. Ook niet toen hij wegging. Ik vond het wel heel erg. Is normaal als jij een jongen werkt. Ja. Waar je een potentieel in ziet. En of je nou Pietje, Klaasje of Badr heet of Mohamed. Maakt niks uit op dat moment. Dat vindt de trainer altijd, hoor. Ja. En ik bedoel, er zijn zat trainers die het ook hebben meegemaakt. Dat hun vechten weglopen. Badr ging ook weg bij Mike. Op een gegeven moment komt hij dan wel weer terug. Dat heb ik ook gehad. Peter Aerts ging weg bij mij. Maar kwam ook weer terug bij mij. En toen won hij 5 partijen bij Peter Aerts nog. Ja. Hè? En Jeroen Lebanne kwam bij me. En Gilbert Ballantini is een tijdje weg geweest. Kwam weer terug. Won ook weer. Elke trainer vindt dat rot als een jongen bij hem weggaat. Ja. En het blijkt ook wel dat het niet altijd aan de trainer ligt. Maar dat zo'n jongen dan denkt. En soms kan het ook wel eens helpen. Hè? Zo'n jongen een andere trainer neemt. Dat het toch te positieve gaat van zo'n jongen. Dat is persoonlijk. Dat is iedereen anders. Het is ook niet altijd een waarborg. Ja. Weet je?